Goedenavond allemaal. Vandaag gaan we outdoor cooking doen met chef Arjan. Tot. Outdoor cooking specialist Arjan. Wat ga je vandaag doen? We gaan vandaag testen de windmill campstove. Normaal gesproken zit deze jongen er ook nog op. Zo hè. Dan kun je zeg maar hier een pannetje op doen. Ja. Dat gaan we vandaag niet gebruiken. We gaan vandaag een test doen met de plancha. Die zit hierin en dat is een soort grillplaat die komt daar bovenop te liggen. We gaan dus hout gestookt kijken of we daar vlees op kunnen garen. Met echt hout dus. Echt hout wat in de natuur voorkomt. Geen kolen. Ja, precies. Dus dat merk is Windmill. De Windmill. De Windmill. Nederlandse producent van allemaal outdoor materialen. En als ik vragen mag, wat kwant dat kost? Ja, dit stoofje kost €130, denk ik. En dan inclusief die... Nee, die plantje die kost nog eens 80. Oké, okay, dus 210. Ja, dat zou ik eventjes moeten nakijken. Ja. Nou, dan ga dat vuur maar eens even aangooien. Ja, ik moet er weer een kleine takjes erbij pakken. Want ik had begrepen dat je geen aanmaakblokjes had meegenomen. Ja, dat hoort eigenlijk ook niet, hè. Nee, dat is ook niet outdoor, hè. Die liggen niet in de natuur. Vandaag verraden wij trouwens ook niet waar we zitten. Uit juridische redenen. Nou, de vlam gaat erin. Ja, dat moet ik eerst op pakken. Hoe lang moet het duren voordat je de grillplaat erop kan leggen? Nou, ik denk dat we hem gewoon eerst even aan moeten, dat hij goed fikt. Ja. En dan gaan we hem dan gewoon erop leggen. Het zal sneller gaan dan met kolen, denk ik. Oh, daar gaat mijn voet hier in een, weet ik veel, termietenheuvel. Termieten. Ja. Hier, Tinder. Over Tinder gesproken. Moet dat weer op mijn telefoon zetten, Arjan. Dit hier. Ja, dat kan niet snel bij. Trouwens ook niet. Ik ga hem toch heel even uitpakken. Want even kijken hoe ik hem daar op ga leggen. De windmill. 100 keer die naam noemen. Dat is zeker. Het is een zware jongen, kan ik je vertellen. Hoeveel weegt dat ding? Ja. Een schatting doen. Kilootje of 10. Dus het is echt robuust. Gietijzer. Oh. Kijk, en dan kunnen we hem ook nog van twee kanten gebruiken. Ja, kijk, het mooie logo van de windmill. Windmolletje. En we kunnen hem hier met de grillstrepenkant doen. Nou, je kunt hem ook gewoon echt de plaat gebruiken, zeg maar. En wat is, ja, wat voor functie, wat is het verschil? Ja. Dat je mooie streepjes op het vlees krijgt. Ja, bijvoorbeeld. Ik hou wel van streepjes. Even kijken, ik denk dat hij toch eraf moet, die buitenste ring. Met deze dan zo. En erop. Waarom? Zo, ja. En dan gaat dat het vuur en dan kan ik hier dadelijk ook met takjes kan ik het vuur bij gaan voeren. Alright. Ja, en dan kunnen we grillen. Nou. Meer van die shit nodig. Meer, ja? Ja, dat moet eigenlijk wel. Ja, wat vuur maken betreft heb ik best veel ervaring. We staken vroeger alles in brand als er vast stond. En wat hoort er dan bij outdoor cooking? In de buitenlucht. Ja, ja. Een goede fles Bitburger. Oké, dan. Die muziek van Narcos, of niet? Ja.
Kijk eens, de vlammen slaan om zich heen. En als ik het goed heb begrepen van Arjan, is dat je dit gewoon buiten mag doen, want... Het is geen open vuur. Geen open vuur, kijk. Ah, dat gaat goed. Vandaag wordt het dus barbecuen. Wat heb je van vlees gekocht? Ja, wat standaard supermarkt kippetjes, spiesjes. Die hebt? Ja, ik had eigenlijk de handschoenen bij moeten hebben, maar die heb ik dus, ben ik dus vergeten. Oh. Dus veilig is het allemaal niet. Deksel erop. Nee, niet die erop, die deksel. Dat is goed zo. Nee, ik bedoel eigenlijk dat ding. De plancha. De plancha. De plancha. Dat was wel een mooie... Gaaf, hè? We moeten wel af en toe voeden met wat hout erin. Ja, aan hout ontbreekt het hier niet echt, hè? Kijk eens daarachter wat er aan het water ligt. Heel goed. Zoveel hout. Ik heb nog nooit zoveel hout gezien, Arjan. Hoe heet dit systeem nou eigenlijk dan buiten de merknaam? Hoe noem je het? Kamstoof. Kamstoof? Ja. En moet je die grillplaat dan, of die plancha, moet je die ook insmeren met olie? Inbranden, ja, dat hebben we al een keer gedaan. Dus, Kijk hem daar zitten, chef Arie. Ja, dat is te lang, ja. Dat is nu even tijd nodig. Zo Arjan, wat gaan we eten als eerste? Ja, dat is een gemarineerde kipspies. Oké, altijd goed. Door het gaan. Nou jongens, het water loopt me al in de mond hoor. Moeten we daar ruzie maken over die drie? Ik heb er ook niet. Prachtige omgeving hier trouwens. Alles wordt netjes in een afvalzakje gedaan. Ja, heel belangrijk. Geen rotzooi achterlaten. Kleine moeite. Nou Jorens, wie dat zegt hier. Zo, daar zitten we dan. In de best op de fles. Wat, in mijn fles? Op je fles. Oh. Kom weg, jij. Zo, proost. De saté spiezen. Kipsaté ligt te smeulen neer. Wat hebben we hier allemaal voor lekkers in? Er zit hier... Rookkostsalade. Van kwaak, jong. Ah, ik moet zeggen, het werkt perfect hier met die... Hoe heet dat ding alweer? Hier is ik ook wel weer kwijt nu. De kampstoof. De kampstoof, ja. In het begin een klein beetje rook, maar dat is normaal. Het heeft geregend. Dus het hout was een beetje vochtig. Maar nu die eenmaal heet is... Ja, geen rook te zien. Het ruikt goed. Ja, en ik heb er trouwens ook nog een grillplaat bij kopen, hè? Ja. Dat is een grillrooster, moet ik zeggen. Ik word wel langzaam echt pisseling van die westbier. Ja, het is een rooster zoals op een barbecue. Hm. Wat is het voordeel daarvan dan ten opzichte van dit? Ja, goed dat je hier rechts boven het vuur rood staat. Dat is meer de plaatgel. Het O4 idee. Maar dan is er wel sprake van open vuur. Nee, niet?
je kunt er ook gewoon een pannetje op zetten. Hè. Zeer veelzijdig. Heel mooi. Zo, er wordt steeds meer vlees op gegooid. We beginnen toch al hongerig te worden nu. Maar we zijn nu dus een barbecue, hè? Maar je kunt er dus ook echt hoofdcuisine op maken. Lekker. Je kunt hier ook een stoofpot mee maken, of daar gebruik je die andere toch meer voor, of niet? Ja. Je kunt wel als kookfornuisje gebruiken en dat je dan pan op en maken en stoofpot. Ja, ja. De mogelijkheden zijn oneindig. Kou niet zo hard. Ja. Wat heb je nu erop gelegd? Kippendijfiletjes. Kippendijfiletjes. Ja, zeker. Nice. En een soort honingsaus in het marinade. Pas een lekker chardonnay erbij. Oh. Cheers. Lekker man. Nou Arjan, ik ga nog even een stukje met de drone vliegen. Ja. Bedankt voor deze prachtige outdoor koekervaring. Met, noem nog eens even de naam. De windmill campstoof. De windmill campstoof. Dat ligt hier nog een... op de speciale plancha. De plancha. Een beetje een haperende verbinding nu, omdat ik tussen die bomen zit. Maar ik ben nou aan het filmen, aan het opnemen en de videobeelden die zijn dan wel gewoon strak. Oké, en hoe hoog kan deze jongen? Nou... Ik heb hem ingesteld op 500 meter. Dus ik kan 500 meter hoog hiermee. 500 meter? Ik kan 50 meter onder water zwemmen. Maar je mag volgens mij officieel maar 120 meter. Maar ja, we doen wel vaker dingen die niet officieel zijn. Oké.